ben Kira Lambrink en ik ben baanwielrenster. En momenteel doen wij wat alternatieve training, zoals je kan zien, bij mensen thuis met wat gewichten. Omnisport is helaas gesloten, dus moeten we wat alternatieve dingen verzinnen. Goed bezig, Stef. Deze drie oefeningen kun je allemaal achter elkaar doen. Doe dan 3 setjes. Tussen de setjes zou ik ongeveer 3 minuten rust aanhouden. De eerste oefening is planken. We beginnen met zijplank. En we doen elke oefening 30 seconden. Dus we doen 30 seconden zijplank. Wil je jezelf moeilijker maken, kan je een hand in de lucht en eventueel nog een been. Na 30 seconden kan je frontplank draaien. Weer naar de andere zij. Natuurlijk ook heel veel doen. Ik wil graag lunches doen met een parasol. Stond gewoon thuis. Dus 6 per been. De laatste oefening is de Bulgarian Split Squat. Je plaatst je been op een bankje of iets dergelijks, een verhogingje. En zet je voet iets voor je neer. En dan kun je elke keer deze beweging maken. 10 per been en dan wissel je naar de andere kant. Wil je het voor jezelf zwaarder maken, kun je nog een bidon in je hand doen of iets anders, een flesje water. Gewoon wel goed op je gezondheid. Doe dit niet in grote groepen en let ook gewoon op je dat je vaak handen wast en voldoende drinkt. Voor de rest, stay safe allemaal.